Dan nu Sunset Boulevard over het leven van Norma Desmond. Norma is een vedette uit de tijd van de stomme film. Maar ja, de geluidsfilm doet zijn intrede en dan is ze nergens meer. We didn't need dialogue. We had faces. Wanhopig klampt ze zich vast aan een veel jongere scriptwriter om haar te redden. Want ze kan onmogelijk accepteren dat ze uitgerangeerd is. De vraag is dat einde van de mooie rollen en de roem ook iets dat Pia nu al bezighoudt? Daar ben je ook mee bezig. Niet alleen omdat je die rol aan het spelen bent, maar ook omdat je natuurlijk net even dat stukje ouder aan het worden bent. En dan ga je nadenken over dingen en dan denk je van, goh, wat blijft er over? Wat voor rollen blijven er over? En ik heb natuurlijk geen gezin zelf. En dan zie je mijn broers met al hun gezinnen en dan realiseer je op een gegeven moment, wauw, waar sta ik? Ja, en dan word je geconfronteerd ermee. En dat is niet altijd even makkelijk. Want ik zou het ook hartstikke leuk vinden om een gezin te hebben. Want ik denk dan ook van, hoe blijf ik over? En hoe zit dat met Norma? Wat heeft zij allemaal meegemaakt? Zij is in de spotlight geweest en uiteindelijk leeft ze verder in het verleden. Dus wat ik probeer is niet in het verleden verder te leven, want dat heeft geen zin. Maar ik kan me heel goed voorstellen hoe die vrouw daarin staat. En ik hoop dat ik niet later in een illusie ga leven. Nee. Is het een bewuste keuze geweest of heeft je leven het verder niet toegelaten? Want je zegt, ja, een onderwerp wat bij je altijd ter sprake komt, hè? De keuze tussen of een familieleven, ergens wortelen. Hè? Het is niet gebeurd. Dat is het gewoon. Ja, want ik heb niet bewust een keuze gemaakt. Ik wil geen kinderen en ik wil geen man. Ik wil graag een man. En ik zou misschien zelfs nog kinderen willen. Ik weet niet of het nog kan. Ja, op camera de oproep. Hij kan nu. www. www. Pia zoekt man. Oh, na vanavond. Je weet niet wat er gebeurt. Kom natuurlijk, wat denk je dat er gebeurt vanavond? Nee, maar een grote brievenbus. Ja, ga doen. Nee, maar het is niet gebeurd. Ik heb relaties gehad. Het is niet dat ik alleen ben geweest mijn hele leven. En door verschillende redenen zijn die ook opgehouden. Maar heeft dat ook met het werk te maken, toch? Het heeft natuurlijk gedeeld met het werk. Je verplaatst jezelf steeds. Je bent zo dynamisch bezig met die rollen goed doen. Absoluut. Maar dat sluit niet uit dat ik ook relaties gewoon heb gehad. Ja. Dus in die zin is het niet onmogelijk. Ik wil niet fatsoenlijk geremd en volwassen zijn. Ik ben niet van jou, nee. Ik ben vrij. Mijn leven is van wil ik schaatsen en zelf zien hoe lang het houdt. Op het kort wil ik dansen, gevaarlijk, dat laat me koud. Ik ga voor geen risico opzij. Het leven is van mij. Toen ik hier naartoe ging, dacht ik, dat hele interview is eigenlijk volstrekt overbodig, want we kunnen ook dat ene liedje laten zien, mijn leven is van mij, want dat is volgens mij ongeveer jouw lijflied. Hè? Ja. Iemand die jou wil kennen, hoeft alleen maar die tekst te lezen en is eigenlijk klaar. Weet je nog hoe het begint? Want vaak zingen gaat wat makkelijker dan reciteren, maar weet je het ook? Ik wil niet gehoorzaam, getemd en oppassend zijn. Ik wil niet fatsoenlijk, geremd en volwassen zijn. Ik ben niet van jou. Ik ben vrij. Mijn leven is van mij. Eerder deze week ging Simone Kleinsma naar Carré op inspectie. En om in de stemming te komen voor de eerste voorstelling van vanavond en voor de première van volgende week van Sunset. Want Simone speelt de eerste weken Norma Desmond voor ze die hoofdrol gaat delen met Pia Douwes. Die is nu nog een aantal weken als coach en jurylid op zoek naar de Joseph. Na de serie Tryouts in Hoorn wordt het imposante decor nu hier opgebouwd in dit Koninklijk Theater. Simone Kleinsma. Kort geleden is ze verhuisd naar een prachtig appartement in Amsterdam. Daar woont ze samen met haar 61-jarige echtgenoot, regisseur Guus Verstraeten, die tot in lengte van jaren junior genoemd zou worden. Eigenlijk heb jij in je leven gedaan wat je ouders ook heel graag gewild hadden. Ja. Ja, die hebben altijd heel graag alle twee in het theater willen werken. Maar ja, de tijd was er niet naar. En het is natuurlijk, zeker toen misschien ook, een heel onzeker vak. Dus dat zeiden mijn ouders ook tegen mij. Weet wat je doet.
Want ja, je weet nooit of je volgend jaar werk hebt. En daardoor hebben zij ook nooit het aangedurfd om echt daadwerkelijk het vak in te gaan. Mijn vader die is, heeft wel een aanbieding ooit gehad van Hofstadoperette. Zo. Nou, dat is toch niet. Ja, wat dacht je? Ja. Maar ja, het dorst staat niet aan. Had een gezin. Ja, moest geld op tafel komen. Dus hij moest ook te veel laten ervoor. Had hij ook niet zoveel zin in, geloof ik. Borreltje laten staan, sigaretje laten staan. Je kent het wel. Dus ja, nooit aangedurfd. Maar het betekent wel dat ze heel goed begrepen wat jij wilde. Ja, ja, heel erg. Ze hebben me ook nooit een stroop breed in de weg gelegd. Nee. En je wist meteen dat dit was wat je wilde? Vanaf mijn 15e jaar. Ja, wist ik het. En wat was het? Had je een beeld? Iets ja, ik van weet wat het. Het borrelt ineens naar boven, denk ik. Ik was altijd een kind met vrij grote fantasie. Daar hebben alle kinderen dat wel. Maar bij mij was het heel erg op dat theater gericht. Dan gingen alle meubels aan de kant. En dan ging ik, zet ik een balletplaat op. En dan ging ik met een rode lap. Dat was een cape. Maar het begon weer met dansen. Het begon met dansen altijd. Ja. Ja. En ja, vanaf mijn 15e begon ik. Ja, dan moet je toch een beetje na gaan denken wat je wil worden. Ik heb me ooit nog eens in laten schrijven voor ik als kinderverzorgster of zo. Ik moest iets doen. Maar dat heb ik, ben ik nooit aan begonnen. Ineens plop, gaat het knopje om en zit je ineens bij een toelatingsexamen op de Kleinkunstacademie. En dan word je aangenomen en dan gaat het. Maar ik wist het meteen toen ik daar binnenkwam. Van, ah oh ja, dit is het. Dit is het. Ja. Maar pa heeft de grote successen dus waarschijnlijk net niet meer meegemaakt. Hij heeft het meegemaakt tot met André van Duin. De revue waar ik 2 jaar in heb mogen staan. Ja. Dat was geweldig. En dat heeft hij nog net kunnen zien. Hij was wel trots op je. Oh. Want hij begreep als geen ander natuurlijk hoe het zat. Geweldig. Ja. Ja. Nee, echt als een trotse vader zag hij je. In Hoorn toevallig. Ze hebben net 2 weken in Hoorn gestaan. Dan kijk ik altijd nog eventjes naar die ene stoel waar hij zat. Op het balkon. Ja. Dat is het laatste wat hij gezien heeft. Ja, ik vind het heel erg jammer dat hij zo vroeg ons verlaten heeft. Ja. En na zijn dood heb ik wel eens gelezen in een verhaal over je gebeurde er van alles in huis, wat je eigenlijk niet kon verklaren. Ja, dat was raar. Ik weet nog steeds niet wat dat precies is. Er is een periode in mijn leven geweest dat ik, ja, ik roep het maar, heel erg geladen was met energie. En kreeg ook voortdurend schokken van alles. En ja, op een gegeven moment gingen lampen aan en uit. En televisies gingen aan. En radio's allemaal tegelijkertijd. Dus ja, ik heb dat maar, het was een wonderlijke ervaring. Maar toch maar een beetje geïnterpreteerd als zijnde boodschap van mijn vader ergens boven. Simone de Veelzijdige.